Yo, wat up gasten en welkom bij een hele speciale kerstvideo voor Banjo Movies. En omdat het kerstvideo is, heb ik maar besloten om bij een boom te zitten. Zo origineel waren we dan ook weer. Deze video gaan we terugkijken naar het afgelopen jaar van Banjo Movies. Jullie hebben via Twitter kunnen kiezen welke fragmenten ik ga laten zien. En eentje die heel vaak is aangevraagd is de Cola & Mentos video. Het is niet een waf. Oh, fuck. Ik rond dit ding wel af, man. Laten we dit maar stoppen. Want, Heel veel mensen dachten dat ik echt in het ziekenhuis lag en dat ik mezelf pijn had gedaan. Maar het is allemaal nep, het is allemaal een grapje, het is allemaal geacteerd. Een ander iets wat heel vaak is aangevraagd is de documentaire. Jazeker, die ene documentaire van een half uur lang. Ik heb hierin alles verteld over Banjo Movies, wat je moet weten, hoe ik het heb gedaan, wat er is gebeurd. En eigenlijk hoe Banjo Movies is geworden wat het nu is geworden. Maar buiten dat allemaal is natuurlijk kerstmis. Een moment om samen te zijn. Net kerstmis is het altijd het moment om de Heer Jezus te gedenken met alles wat hij voor ons gedaan. Door middel van een boom, cadeaus en iets wat iedereen noemt de kerstman. Hé, wie zou daar nou niet voor gekruisigd willen worden, toch? Oké, waarom heeft de kerstman zulke grote ballen? Brandlos. Nou, omdat hij maar één keer per jaar komt. Moeten die flauwe grappen nu? Het is een terugblikvideo. We gaan kijken naar het afgelopen jaar. Oké, en hierin denk jij dus ook te gaan hoe het eerst was. Nou, we kunnen ook naar het casino gaan. Oh, lach idee man, dat is natuurlijk tof. Gaan we naar het casino, gaan we een beetje gokken, weet je wel, pokeren. En dan winnen we 1 miljoen euro. Stel dat we 1 miljoen euro. Gaat het inzitten bij Blackjack, wordt het 10 miljoen euro. En voor 10 miljoen euro gaan we een hele grote villa kopen, worden we miljonair. Gaan we een plaatcontract maken, worden we fucking wereldberoemd. Overal zijn wij wereldconcerten. Dit is het, weet je wel, met ons. Oh, wat fucking gruwelijk. Uiteindelijk gaan we het aankoken in de spring van mijn flat of gaan we dood. What the fuck? Jij wil me gewoon dood hebben? What the fuck, gast? Ik ga er vandoor. Ja, die video weet ik nog echt heel, heel goed. Ja, en daarna is het dus dit geworden. Waar ben jij mee bezig? Ja, ik ben bezig met het zingen van de smoesjes. Nou, dat lijkt helemaal nergens op. Ja, inderdaad. Waarom zit daar geen gaseffect op? En waar is nummer 16 dan? Hier. Wat? Boom! 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 Banjo, de verse 50. Banjo, elke keer weer. Relax en zit, de verse 50 is de show. Oh ja, ik weet al hoe dit gaat, weet je wel. Jij bent zo'n irritant typetje dat deze hele video gaat verpesten met flauwe, seksistische en droge grappen. Meer dan dat wordt het nu niet, hè? Oké, wacht even. Bedoel je grappen als, wat heb je in december wat je in andere maanden niet hebt? Nou, goed, oké, de letter D. Ja, ik bedoel dus zulke grappen. Oké, nou weet je wat? Dan heb jij geluk, want wat eet de sneeuwpop op zijn brood? Nou, sneeuwvlokken. Die was goed. Oké, heel leuk. Maar naast al die flauwe en droge grappen was dit jaar ook natuurlijk het jaar van Alfred de Steen. Dit is Alfred, een onschuldige steen. Door een auto-ongeluk is hij zo geworden. Zijn enige vriend is R2-D2. Hij wil lopen, maar hij heeft geld nodig. Dus ja, daarom heb ik de Nationale Stenenbond opgericht, de NSB. En ik ben tot nu het enige lid. Maar ja, stenen hebben ook rechten. Oké, allemaal leuk en aardig. Ik sta hier al een tijdje mee te luisteren wat op zich nergens op zou slaan. Want twee personages praten met elkaar niet. Komt in één keer een derde personage de kamer binnenlopen. Maar dat maakt even niet uit. Zijn je cadeaus beter dan vorig jaar? Wat bedoel je? Nee, ja, naast het feit dat ik ook nog een keer heel groot verplicht ben omdat hier gewoon een lamp staat. Vorig jaar gaf je mij een puzzel die niet echt compleet was. Oh ja, inderdaad. Dat was ook zo. Eindelijk een puzzel. Oh, dit wordt mooi. Kom op. Oké, deze moet dus daar, dan moet deze dus daar, ja, en dan deze moet daar, en dan... Wat? Nee, gast, 1 van de 12 puzzelstukjes ontbreken bij mij. Serieus, ik heb dus maar 1 stukje, bij mij ontbreken de 11. Oké, weet je wat, dat is dus duidelijk 1 dood om niet te doen tijdens de kerst. Op zich een leuk bruggetje, maar ik denk dat de gemiddelde kijker dat echt wel door heeft dat het nergens op slaat. Sst. De 10 dood's waren dit jaar begonnen. Oh, wacht eens. Deed het pijn? Wat? Toen ik uit de hemel viel? Nee, toen je spiegel brak. In ieder geval, want daar de palen hebben ook rechten, weet je wel. Dus toen ik je proefwerk na ging kijken en bij de vraag vind X, heb jij X omcirkeld en gezegd hier is die.
Ja, nou... Geen gemaakt, Bardo. Ja, ik ben toch geen piraat? Je bent wel een piraat. Arr! Nou, Bardo, kijk eens. Ja, wat moet ik hiermee? Wat dacht je van opruimen? Contact met Duitse klanten, ja natuurlijk. Ik kan wel een beetje Duits. Van Einfühlen, keine Reich, Einführer, Führer, das dritte Reich. Dat is helemaal niet zo heel moeilijk. Ik ben best goed met Duitsers. Moet jij niet eten? Wat? Sorry. Of niet moet eten? Oh nee, dank je. Ik heb al lang gegeten. Geweldig. Hopelijk is mijn script nu niet in beeld. Want ik ga nu oplezen dat er staat zoveel een presentatie. Zo, wat een presentatie. Ja, godverdomme. Yo, wat up gasten. Allereerst wil ik je bedanken voor het delen van deze video met al je vrienden. En omdat het kerstmis is, ga ik nog een keer de game Battlefield 3 verloten. En die geef ik weg aan één van mijn abonnees. Het enige wat je hoeft te doen is abonneren. Het staan heel grote beelden, dus klik er lekker op. En als je erop klikt, geeft de kerstman je een leuk cadeautje.